Voor de derde keer satiretuin Burgers Zoo een gebarentolk in bij hun musical in de zomerperiode. Samantha van der Kleij heeft het project samen met de dierentuin opgezet. Voor beide partijen is het belang van een gebarentolk groot. Nou, ik kom hier vandaag tolken en het is echt super belangrijk dat er gebarentaal wordt gedaan tijdens de musical. Zodat ook kinderen en andere mensen die doof of slechthorend zijn de show kunnen volgen. En natuurlijk ook alle andere mensen die gebarentaal gebruiken. We zijn dit project met de gebarentolk bij de musical gestart. Omdat we het belangrijk vinden dat we zoveel mogelijk mensen van die musical kunnen laten genieten. En er zijn toch behoorlijk wat mensen in Nederland die moeite hebben om alles goed te kunnen horen, zeg maar. Er zijn getallen bekend van hoeveel mensen in Nederland doof of slechthorend zijn. En die mensen willen we graag tegemoetkomen. Het succes van het inzetten van een gebarentolk is lastig in te schatten. Maar aan de reacties gezien zijn de mensen er blij mee. We merken dat heel veel mensen enthousiast zijn dat ik er ben. Ook horende mensen reageren vaak enthousiast. Die vragen ook altijd, oh, gaat het goed? Is het zwaar? Is het leuk om te doen? En wat goed dat je dat doet. Dus mensen zijn enthousiast en daar doe ik het voor. Vooral voor de doven en de slechthorende kinderen. Maar ook voor alle andere mensen om ze enthousiast te maken voor gebarentaal. We hebben al 3 keer nu met een gebarentolk gewerkt en we merken gewoon bij deze doelgroep dat het heel enthousiast wordt ontvangen. Dat mensen het heel erg kunnen waarderen, dat je ook oog hebt voor mensen die het anders gewoon niet mee zouden kunnen krijgen. En dat we daar ons best voor willen doen om het voor die mensen ook toegankelijk te maken. Het is niet uit te sluiten dat de gebarentolk bij de volgende musicals weer terugkomt. Voor Samantha zelf zorgt het werk bij Burgers Zoo voor veel positiviteit. Wij zijn altijd heel erg enthousiast over de musical. We doen dat al een aantal jaren met Van Hoornen Entertainment. Die maken dan een fantastische show met heel veel input vanuit ons. We willen echt dat het een Burgers Zoo verhaal wordt. Dat ze iets leren over de dieren en de ecosystemen die we hier hebben. In dit geval is dat dan tropisch koraalrif, de oceaan. En daar kunnen we natuurlijk heel veel producties nog van maken. Maar als we die beslissing hebben genomen van we gaan weer zo'n musical doen, dan zullen we zeker ook weer aan een gebarentolk denken. Tolken geeft me heel veel voldoening. Ik hoor heel veel van mensen terug van wat fijn dat je er bent en wat fijn dat de communicatie nu goed kan verlopen. Je bent gewoon de schakel tussen de horende en de dove wereld. En waar ik natuurlijk helemaal voor doe is als na de show de kinderen naar mij toe komen. Dove kinderen ook of slechthorende kinderen. En echt dankjewel, het was zo leuk dat ik het goed kon volgen. Daar doe ik het gewoon voor.